En de start is gevallen. Start valt en aan de buitenkant gaat de Duitse kampioen naar voren met Cabaret B. Die wil graag de leiding nemen. Aan de binnenkant gaat met de medefavoriet Enjoy CD. Enjoy CD, Cabaret B aan de buitenkant en daarachter de rest van het veld. Derde aan de buitenkant gaat nu naar voren, Keizer P. Boko. Maar die moet de bocht aan de buitenkant ronden. Voor hem ligt nog Cash Winner en ook schuin voor hem ligt Cartesio. De duel om de leiding is beslist en is gewonnen door Cabaret B. Cabaret B heeft overgenomen. Daarachter ligt Enjoy CD en de derde plaats daarachter is voor Cash Winner. Buitenkant komt nu naar voren, gaat naar plek 4. De nummer 4, Keizer P. Boko. Vijfde aan de relingzijde ligt Cartesio. Daarachter ligt dan Keizer Schermer. En vooraan weer een positiewisseling, want Tesla komt weer terug en pakt de leiding weer terug met de favoriet Enjoy CD. Hekkensluiter op dit moment in de groen-witte kleur is Tom Kooijman met Hummer Moco. Voorlaatste plaats voor Times HR. Zo gaan de paarden de bocht door en gaan we in een behoorlijk tempo de rechte lijn voor de tribune weer in. Tesla kijkt een keer achterom en ziet dat hij een lengtevoorsprong heeft met Enjoy CD. Daar komt aan de buitenkant Cash Winner naar voren. Cash Winner gaat naar de tweede plek en derde aan de relingzijde is Cabaret B. Daarachter volgt dan aan de relingzijde Cartesio met daarnaast in het tweede spoor de grote vos Keizer P. Boko. Die wordt gevolgd door Times HR. Daarachter aan de relingzijde Keizer Schermer en drie lengte daarachter ligt Hummer Moco. Cash Winner aan de buitenkant begint nu door te drukken. Cash Winner aan de buitenkant. Aan de binnenkant een halve lengte achterstand voor Enjoy CD. En zo gaan ze de voorlaatste bocht in. Dat is de Z-Turf bocht. Aan de binnenkant komt hij toch weer terug, Tesselaar. En de favoriet pakt weer een hoofdje voorsprong. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in. Enjoy CD, Cash Winner aan de buitenkant. Daarachter aan de relingzijde loopt geen meter te veel Cabaret B. Daarachter gaat nu naar de vierde plaats, Keizer P. Boko. Vijfde aan de relingzijde zit wat vast, Cartesio. En die krijgt nu aan de buitenkant naast zich Times HR. Weer de aanval van Cash Winner. En de favoriet krijgt het zeker niet cadeau. Cash Winner aan de buitenkant blijft maar doordrukken en is er nu drie kwart lengte langs. Tussentijd was 16-4. Weg naar de laatste bocht. Cash Winner nog net niet voorbij aan de favoriet aan de relingzijde en Joyce CD. En dus komt hij weer terug in de bocht. En nu gaat Cash Winner van de benen. Cash Winner springt en dat doet hij precies halverwege de Tjarda-bocht. En het is aan de leiding Enjoy CD. Enjoy CD aan de buitenkant Keizer P. Boko. Daarachter aan de relingzijde... Uitgeschakeld nummer 1, nummer 1, galop. Daarachter aan de relingzijde zit Niemczyk vast met Cabaret B. Die hoopt op een gaatje en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Aan de relingzijde zit Enjoy CD. Enjoy CD, daar komt aan de buitenkant nu ook de aanval van Cartesio. Drie paarden op een lijn. Niemczyk zoekt nog steeds naar ruimte. Aan de buitenkant komt Cartesio. Cartesio neemt nu over Keizer P. Boko. Aan de relingzijde nu de ruimte voor Niemczyk. Met Cabaret B gaan op weg naar de streep. En het is de 3 die het wint. Dan de 5 en dan de 4. 3-5-4 voorlopig. En de voorlopige eindtijd was 1-16-8.